En we hebben Laura vandaag weer. Helemaal geweldig, helemaal top. Zo. Jou vervelen. Jou vervelen. Die we samen hadden geopend. Yep. Of is dat niet deze week, schat? Dat denk ik wel. Goedemorgen allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick, Roderick en Karen. En we hebben Laura vandaag weer. Helemaal geweldig, helemaal top. Oh, sorry. En het is vandaag, dinsdag, 6 september 2022. Het is bijna 12 uur. Dus ja, Laura is weer in de house, jongens. En wij wensen jullie gewoon zoals altijd heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Nou, ik ben heel duidelijk te verstaan, dat weet ik. Maar het is gewoon vies warm benauwd. Ja. En nou is ze lekker aan het werk. Het is goed voor haar. Werken voor de centen, zeg maar. Werken. Ja, werken voor de centen. Ook deze week iemand moet het kutwerk doen. Kutwerk nog wel? Iemand moet het kutwerk doen. En wat ben je allemaal aan het doen dan? Jou vervelen. Jou vervelen. Nou, ik heb al de katten lekker eten gegeven. Helemaal top daar. Mijn Laura aan het helpen. Waarom is nou weer kut? Volgens mij is mijn haar verbrand. Verbrand. Mijn haar is weggesnoeid. Ja. En maar dat doe je zelf, hè? Ja, gezonde. Ja, maar dat doe je zelf. Ik niet. Kijk, stofzuigertje stotter. Stotter. Maar dat doe je zelf, ik niet. Lang ook. Ja. Kut leven ook nog. Je hebt het wel zwaar, hè? Ook voor de honden, ik schrik. Oh, wauw. Heb jij nou echt serieus een kut leven, Lau? Nee toch. Dat is ook voor de honden, hè? Sta ik nog even promoten. En ik zie nog wat je er even uit moet halen. Is dat niet wat aan de hand? Een zwarte stekker. Oh ja. Oh ja. Oh, wat gaan we meer betalen? Ja. Gaan we niet doen? Nee. Zit je allemaal in? Echt genoeg kleuren, sorry schat. Ja, chicken, kip. Is goed voor me. Is goed voor mij. Ja. Oh, kijk, ik heb ook nog broekjes in. Waarom is het erg? Ik ben heel zuinig op mijn haartjes. Ja, maar dat doe je zelf, hè? Maar wanneer ga jij vloggen dan? Ja, ik ben helemaal niet vlogbaar dan. Natuurlijk wel. We hebben de onderkin gezien. Welke? Welke onderkin? Oh! Laat zien, laat zien. Laat zien. Laat zien. En welke onderkin? Onderkin, ben je gek? Ga ik niet vloggen. Nou, die staat. En jij hebt. En je hebt niet eens een onderkin. Jawel, hebben jullie gezien? Die heb je niet eens. Natuurlijk niet. Die heb je niet eens. Zeur dan niet. Ik wou net even een naam zeggen. Ik heb een meneer H. Ik heb een snoepje! Aha, hey. Aha. Nee, we gaan niet naar de buurtboom van. Aha. Nee, en waar de Rabobank zou ik bedoelen. Boodschap doen bij de Rabobank. Ah, mijn snoepje. Ik zal wel weer een zakje halen voor je, oké? En hier een pot doen. Nee.
Even onderkind filmen. Ga ik daar gewoon lopen? Ja, dat is goed. En ze spoort niet met haar onderkin. Die spoort echt niet. Nee, maar vanochtend heb ik Rowie dus weer van zijn werk afgehaald. Heb nog anderhalf uur op bed gelegen totdat mevrouw Laura kwam. Ja. En nou heb ik ook nog wat dingen gedaan. Maar nu ben ik ook weer gewoon kapot. En dan om 2 uur komt Debbie. En ja... En dan om 2 uur ook nog wakker bellen. En dan om 2 uur krijg ik nog een telefoontje van de gemeente. Die we samen hadden geopend. Yep. Of is dat niet deze week, schat? Dat denk ik wel. Hoi, puppekind. Oh, ja. En dan? En toen? Nee, dan niet. Lady ligt lekker daar te hijgen. Het is ook warm, hè? Het is ook warm, hè? Het is ook benauwd, hè? Ja, donderdag nemen de temperaturen weer af. Nee, joh, je meent het. Yep. Nemen de temperaturen dan weer af? Yep, en natuurlijk ook weer regen en onweer, hè? Ja, lekker toch? Dat is en ja, dat... Ja, voor mij mag het ook wel koeler. Ja, nou, daarom precies dat. Dus, dat is ook alleen maar goed voor de huisdieren. Dat is waar, dat is helemaal waar. Ja, dat is Laura. Geen idee. Heb je al een bericht terug of niet? Over die vraag. Nou, zo dan. Kom dan. Ja. Ik ga deze vlog gewoon met jullie afsluiten. Want ik ga lekker naar bed. Want ik ben back af. Dat is ook wel, denk ik, aan mij te zien. Nee. Dus vond je dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even. Doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan. En laat even tevens gelijk een leuke reactie achter. En dan zeg ik, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.